Ja, ik vind dat we pensioenen in Nederland veel te ingewikkeld hebben gemaakt. Met veel te veel partijen die er uitvoering aan geven. En gebaseerd op een samenleving die er eigenlijk al lang niet meer is. In een maatschappelijke omgeving die ook sterk veranderd is. Om er even een rode draad doorheen te trekken. We hebben de risico's die gepaard gaan met pensioenen. Uiteindelijk ben je aan het sparen voor later. Hebben we heel erg bij de deelnemers neergelegd. Dus bij de werknemer zelf liggen de risico's voor het rendement wat gehaald wordt met de premies die hij betaalt voor pensioen. En ook met het lang leven risico. We leven met z'n allen langer. Daar moet dus ook langer betaald worden. Daar wordt het duurder van. En ook dat risico ligt inmiddels bij de deelnemer aan een pensioenregeling. Nou, dat systeem is niet sustainable. Dat kunnen we met z'n allen niet meer betalen. Maatschappelijk, nu werken we ongeveer 1 dag per week voor pensioen. Dat zou dan naar 2 dagen per week moeten. Ook gezien de verhouding tussen ouderen en jongeren. Dat houden we niet vol. Dus ik heb vanmiddag ook een pleidooi gehouden voor een systeem waarbij je veel meer individuele rechten hebt op je pensioenspaarpot. En ook zelf keuzes kan maken met hoe wil ik die dan besteden. Dan wordt het ook veel makkelijker om een relatie te maken met bijvoorbeeld zorg of met aflossing van je hypotheek. Nou, zaken die dus eigenlijk ook met je inkomenssituatie over je levensloop te maken hebben. Die relatie wordt dan ook veel makkelijker. Dat is echt kort samengevat. Ja, als je risico's hebt, moet je ook zelf de keuzes kunnen maken. Daar hoort een individuele spaarpot bij. Met een individuele keuze ten aanzien van waar wil ik het voor gebruiken en hoeveel risico wil ik lopen met die spaarpot. Ik zei al, we hebben het heel ingewikkeld gemaakt met z'n allen. Ook met 400 pensioenfondsen nu nog, dat waren er ooit 1200. Dan nog de nodige pensioenverzekeraars, dan de overheid die zich er nog mee bemoeit in de vorm van de AOW en met de toezicht op al die fondsen, met regels en zulke boeken. Dat dient geen enkel doel. Dus het moet een stuk simpeler en daardoor begrijpelijker worden, zodat het in elk geval meer mensen begrijpt. Ik zei al, als je mensen de keuze wil geven ten aanzien van hun individuele pensioenspaarpot, ja, bij keuze hoort wel dat je begrijpt wat er te kiezen valt. Dus daar is nog een lange weg te gaan. A, in het versimpelen van die hele pensioenmaterie. En B, met het duidelijk maken welke keuzes er dan zijn en wat dat betekent. Uiteindelijk interesseert mensen voornamelijk vanaf wanneer krijg ik hoeveel netto per maand. En niet hoe het geïnvesteerd is en hoe de vertegenwoordiging is, hoe de governance op het pensioenfonds is en het toezicht. Dat interesseert de individuele deelnemer natuurlijk geen klap.